Weddenschat tweemaal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. Daily Minutes, 27 november 2021. Dit is het bulletin van zaterdag. Daily Minutes 27 december, nee, Daily Minutes 27 november 2021. Dit is het bulletin van zaterdag. Ik verspreek me niet zo vaak de laatste tijd. Af en toe struikel ik wel heel erg, maar het is niet in de tijd van de Daily Minutes gebeurde dat veel vaker. Haalde ik dat er ook vaak uit. Dan moet ik wel zeggen dat de tijddruk toen vaak groter was, want ik sla nu gewoon een uitzending over als de tijd krap is en dat deed ik toen niet. Dan ging die gewoon door. Ik heb niet zo veel puff om veel te vertellen. Ik weet niet hoe dat komt. Ik was heel vroeg op vanochtend, maar dat zal het niet geweest zijn primair. Nou, ik was ook niet zo vroeg op gisteren wel. Gisteren was het 4 uur. Maar vanochtend was het volgens mij 7 uur of zo, of 7:15. In ieder geval, ik heb redelijk geslapen. Redelijk lang geslapen ook. Maar ik heb niet zoveel puff. Misschien dat ik wat down ben, maar ik heb meestal last van een goed humeur, maar soms is het wat minder. Wat ik denk ik doe, ik heb geen tijd om, ik heb net wat gegeten. Eigenlijk heb ik pas vanavond mijn eten hier. Dus ik heb maar even wat geluncht tussendoor. En daarna had ik helemaal geen zin om wat te doen. Dus ik heb nu niet genoeg tijd om echt een serieuze uitzending te maken met de FPGA's. Ik wil toch verder met de series. Wat ik ga doen is dat ik hier een aflevering van Amateur Radio Newsline ga gebruiken op het eind van de uitzending. Misschien nog een column van Onno. Ik moet eens even kijken of ik tijd heb. En dan eens even zien hoor wat ik dan nog meer doe. Het zou kunnen dat ik daar dan nog een het RGB-nieuws tussen zet om meer tijd te hebben. Ik wil eigenlijk vanavond al wat aan data gaan doen. Dus waarschijnlijk met FLDigi, misschien met SSTV. Maar even kijken wat het wordt. Maar daarvoor heb ik een iets langere uitzending nodig. Want dan heb ik tijd om eraan te knutselen. Dat is eigenlijk wel een goed idee. Ik zal eens kijken of ik nog 2 afleveringen van de serie over de historie kan toevoegen. Want dat is ook alweer een poosje geleden. Dus dat moet ik wel doen. Ik ben nog zelfs niet aan het aansluiten van de zendontvanger toegekomen. Wel een YouTube filmpje gemaakt. Die staat er inmiddels op. Ik weet niet hoe die bekeken is. Maar de apparatuurfilmpjes die doen het altijd goed op mijn kanaal. Ik hou het gewoon hierbij. En als het goed is volgen dan eerst 1 of 2 of 3 afleveringen, afhankelijk hoe lang ze zijn, van de serie over de geschiedenis van de radiohobby. Over Heathkit nog steeds, dus dat is leuk. En vervolgens komt er dan een column van Onno en daarna de Amateur Radio Newsline en misschien nog wel meer. En er is in ieder geval iets van data, zeker. Vandaag deel 26 van de historie van onze hobby. Het gaat nog steeds over het merk Heath en hun bouwpakketten onder de naam Heathkit. Gisteren noemde ik de HW10 en de HW20 low-cost apparaten van Heath voor de 6 en de 2 meter band, ook bekend onder de naam Sixer en Tour. 6 watt AM of CW, toch nog redelijk geavanceerde apparaten en geheel in stijl van de eerdere apparaten in de Tribes series, inclusief de chromen knoppen. Daarnaast waren er voor 6 en 2 meter ook nog goedkopere apparaten te koop, ook vaak aangeduid met Sixer en Tour, de HW29A en de HW30. Deze apparaten in een veel eenvoudige behuizing waren kristal gestuurd met 5 watt uitgangsvermogen in AM. De ontvanger in het apparaat betrof een afstembare superregeneratieve ontvanger met een ingangstrap. Deze apparaten waren zowel geschikt voor netvoeding als accuvoeding, ideaal voor noodverkeer stond erbij. De wat ouderen onder ons zullen uit de jaren 70 nog wel de 11 meter portertjes kennen met een dergelijke superregontvanger. Naar huidige maatstaven zijn dat nogal primitieve ontvangers. Superrechts zie je nog wel eens in oude pijlontvangers. Ik heb er zelf nog zo eentje voor 2 meter. Kenmerk van de superrecht is dat ze, als je niet oppast, ook een hoop storing uitzenden. Verder zijn ze nogal breedbandig.
Eigenlijk zijn ze alleen geschikt voor communicatie op vrij korte afstanden. Het principe van de superrecht, voor wie dat niet weet, is als volgt. In het begin van de radio werden meestal rechtuit ontvangers gebruikt. Ontvangers met vaak 2 of 3 buizen achter elkaar die niets anders deden dan het HF van de ontvanger te versterken en op de frequentie zelf te detecteren terug naar audio. Bij die ontvangers werd vaak een zogenaamde meekoppeling gegeven. In 1 of meerdere van de trappen werd het signaal van de ingang naar de uitgang teruggekoppeld, eigenlijk andersom, van de uitgang naar de ingang. Dat heeft 2 gewenste effecten. De eerste is dat de versterking nogal toeneemt en 2 neemt de selectiviteit sterk toe. Dergelijke ontvangers kunnen erg eenvoudig zijn en het kan zelfs met 1 buis. Door de versterking voldoende te laten toenemen, gaat zo'n buis bij sterkere signalen de stroom uit de batterij of voeding moduleren, zodat dus in de anodestroom het audio van het ontvangen signaal al zit. In zijn eenvoudigste vorm is zo zelfs niet eens een detectieschakeling nodig. Een dergelijke ontvanger heeft ook enige nadelen. Het eerste is dat het in de juiste mate terugkoppelen behoorlijk kritisch is en ook varieert dat met de gekozen ontvangstfrequentie. Stel je te weinig meekoppeling in, dan werkt de ontvanger niet goed. Maar stel je te veel meekoppeling in, dan kom je bij een ander nadeel van zo'n rechtuit ontvanger. Hij gaat oscilleren. Dat geeft bij de buren met ook een ontvanger een jankende toon die vaak de Mexicaanse hond genoemd wordt. De Mexicaanse hond kan behoorlijk ver komen. Het waren natuurlijk buizenapparaten en bij een eenvoudige ontvanger is er sprake van een oscillator van misschien meerdere milliwatts direct op de antenne. Door een extra versterker tussen de antenne en de ingang te schakelen kun je dit uitgezonden signaal in mindere of meerdere mate onderdrukken. Laat je de ontvanger op deze manier bewust oscilleren, dan wordt dit een regeneratieve ontvanger genoemd. Bij voldoende stabiliteit van de oscillatie kun je met een regeneratieve ontvanger CW en enkel zijbandsignalen detecteren. Ja, en dan heb je nog de superregeneratieve ontvanger die in de eenvoudige heatkit HW29A en HW30 en sommige 11 meter portofoons zit. Een superregeneratieve ontvanger is een regeneratieve ontvanger die bewust altijd oscilleert. Het regeneratieve bestaat eruit dat de superreg ook nog op een tweede, veel lagere frequentie oscilleert, vaak op 25 of op 100 kHz, maar in elk geval op een frequentie 2 maal zo hoog als de hoogste gewenste audiofrequentie. Deze tweede oscillatie is dusdanig dat hij de ontvanger elke hele fase een keer geheel uitschakelt. De lage frequentie wordt de quench genoemd. Het gevolg hiervan is dat er AM-detectie ontstaat en dat bij een heel hoge versterking van de oscillerende ontvangertrap. In tegenstelling tot de regeneratieve ontvanger werkt het niet voor SSB of CW. Door de instabiliteit in oscillatie op de ontvangstfrequentie is de bandbreedte typisch groot. Zo groot dat via flankdetectie naar de FM-omroepband geluisterd kan worden. Dit soort ontvangers heeft verder de neiging om bij meerdere signalen die niet zoveel in sterkte van elkaar verschillen, toch alleen het sterkste signaal te laten horen. Voordeel is de enorme eenvoud. Nadeel is ook de enorme eenvoud. Ook bij de superreg geldt dat ze sterk zenden als er geen voorversterker voor staat. En zelfs met de voorversterker gebeurt dat ook nog. Ik heb zelf 11 meter portos gehad waarvan de door de quench veroorzaakte ruis wel 200 kHz breed sterker was dan het zendsignaal dat hetzelfde apparaatje bij zenden uitzond. Dit soort ontvangers, in het verleden ook vaak gebruikt voor dingen als garagedeuropeners, kom je vanwege deze nadelen tegenwoordig nauwelijks nog tegen. Maar goed, terug naar het aanbod van Heatkit. Ik meldde gisteren ook nog 2 enkel zijbandapparaten voor 6 en 2 meter, maar dit berust op een misverstand. Deze apparaten waren er op dat moment niet. Rond 1959 kwam Heath ook nog met een station speciaal voor novice amateurs, bestaande uit de DX60 zender, HR10 ontvanger en het HG10 VFO. Deze apparaten in bij elkaar passende behuizingen en stijl waren kleiner en lichter dan de Tribes apparaten die naar de Indianenstammen waren genoemd. Ze hadden 5 banden tot hun beschikking en waren ook een flink stuk goedkoper. Deze lijn die gedurende zijn levensduur steeds verbeteringen onderging was meer dan 10 jaar lang te koop. In 1969 kwam Heath met de HW16 speciaal voor beginners. Een transceiver voor de novice segmenten op 3 korte golfbanden, alleen CW en kristal gestuurd, maar geschikt voor gebruik van de HG10 VFO. Morgen gaan we in op de vermaarde SB en HW series die Heath in de periode na 1969 bracht. Ja, en dan een iets korter deel 27 vandaag over de historie van Heatkit nog steeds. In het begin van de 60 jaren schakelden de zendamateurs op de korte golf massaal van AM over op enkel zijband als belangrijkste modulatiesoort. Dat leidde ertoe dat ook amateurapparatuur moest komen waar SSB niet een optie was, maar die speciaal voor het gebruik van enkel zijband was ontwikkeld. Ook in die tijd was er al een trend bij de steeds opeenvolgende apparatuurgeneraties naar telkens kleinere en lichtere apparaten.
In 1964 brachten zowel Drake, Collins als Heathkit amateurapparaten uit die op één band werkten. Bij Heathkit waren dit de HW12 voor 20 meter, de HW22 voor 40 meter en de HW32 voor 75 meter, die in die regio tot 4 MHz loopt, die laatste band. Als nieuwe topmodellen van het merk werd de SB-serie gelanceerd, die duidelijk geïnspireerd was op de S-line van Collins. Net als bij de Collins-apparaten waren deze nieuwe producten ontworpen om in verschillende combinaties van apparaten als systeem te werken. De eerste modellen uit de SB-serie verschenen in 1965 in de Heath-catalogus als vervanger voor de veel grotere apparaten die naar de stammen genoemd waren. In combinatie met elkaar gebruikt werkten de SB300 ontvanger en SB400 zender als een transceiver. De SB-lijn had eigenschappen van de S-lijn van Collins, zoals kristalfilters voor de bandbreedte en een 1 kHz verdeling op de afstemschaal. De apparaten konden ook los van elkaar gebruikt worden als een optioneel kristallenpakket geïnstalleerd was in de zender. Dit laatste gaf de mogelijkheid van splitwerken, wat toen anders dan nu gebruikt werd om met buitenlandse amateurs verbinding te maken die niet in de Amerikaanse bandsegmenten mochten zenden. Ook de ontwerpstijl, de knoppen en de afstemvertraging waren overduidelijk op die van concurrent Collins geïnspireerd. De Heathkit-apparaten waren als bouwpakket en minder zwaar van uitvoering dan de Collins-tegenhangers echter veel goedkoper. Het zender-ontvangerpaar werd geïntroduceerd voor de pakketprijs van $590, wat overeenkomt met $4700 in tegenwoordig geld. Een bijpassende SB200 lineaire versterker van 800 watt uitgangsvermogen voor beide apparaten werd ook in 1965 geïntroduceerd. Morgen verder over de SB-reeks en ook de latere halfgeleiderapparaten van Heath. De 28 van de historie over de zendhobby. Dit is de laatste aflevering dus over Heathkit. Eergisteren hadden we het over hoezeer de nieuwe SB-serie die Heath in 1965 in haar catalogus introduceerde op een serie apparaten uit die tijd van concurrent Collins leken. Ze waren echter wel lichter in uitvoering en doordat ze als kit geleverd werden ook een heel stuk goedkoper dan de Collins-apparaten. Een jaar na de vorige keer al gemelde SB300 en SB400 zender- en ontvangercombinatie en een SB200 lineair met 700 tot 800 watt output, kwam Heath met een zendontvanger in dezelfde lijn voor de 6 meter band, de SB110. En de HA14, dat is een compact kilowatt lineaire versterker gebaseerd op de SB200, maar een stuk kleiner van formaat en met een externe gelijkstroomvoering, zodat deze compacte kilowatt ook mobiel gebruikt kon worden. Net voordat de deadline van de catalogus van 1966 sloot, voegde Heath in het midden daarvan nog een insert van 4 pagina's toe onder de titel Nieuw productnieuws, waarin een nieuwe 5-banden SSB-transceiver werd aangekondigd, de SB100. De SB100 en de verbeterde versies daarvan, de SB101 en SB202, zouden later tot de best verkopende amateurproducten van het bedrijf Heath gaan horen. Daar hoorde ook nog de HW100 bij, die later in een verbeterde versie als HW101 op de markt kwam. De HW100 kwam op de markt in 1969 en was een uitgeklede versie van de SB100, SB101 en SB102 serie. Ik kan me de SB102 uit mijn begintijd als zendamateur nog goed herinneren. Ik weet niet helemaal zeker, maar volgens mij was de HW101 toen ik net mijn aanmachtiging haalde ook al gewoon te koop. In mijn herinnering had dat apparaat geen schaal van 1 kHz, maar streepjes om de 5 kHz, uiteraard toen nog zonder digitale uitlezing. En was toen de grove frequentieaanduiding van dat apparaat samen met een iets lagere prijs de reden waarom ik een FT7 kocht en geen HW101. In de VS werd de HW-serie overigens vaak aangeduid als Hot Water serie. In de 3 jaar na 1966 bracht Heath ook nog diverse accessoires uit voor de SB-serie, inclusief een lineair met 1,2 kW uitgangsvermogen, de SB220. De SB400-zender werd iets verbeterd en daarna als SB101 geleverd. Een laatste nieuwe model in de originele SB-serie was de SB303-ontvanger, een vervanger voor de SB301 en de voorganger daarvan de SB300. Dit nieuwe model was geheel met halfgeleiders opgebouwd en zat daardoor ook in een kleinere behuizing dan zijn voorganger. In het jaar 2000 verscheen er trouwens in Hollywood een film, Frequency genaamd, met Dennis Quaid en Jim Caviezel in de hoofdrol en met in de verdere hoofdrol een SB301-ontvanger die in de film echter werd gebruikt alsof het een zendontvanger was, hoewel er in dat apparaat dus helemaal geen zender zit. Er is overigens nooit een SB302 uitgekomen, wel een SB300, een verbeterde SB301 en de kleinere SB303 in halfgeleiderversie. Je zou kunnen denken dat de grote stap in technologie de reden is dat er een nummer werd overgeslagen, maar ingewijden bij Heath hebben wel eens verteld dat er een opvolger, net als de nieuwe ontvanger met halfgeleiders, zou komen voor de SB102. Die opvolger zou dan de SB303 gaan heten en daardoor zou voor SB303 gekozen zijn, zodat die nummers beter bij elkaar pasten.
De halfgeleider SB-103-zender is echter nooit verder gekomen dan het stadium van hun voorstel. De SB-serie werd steeds verbeterd en bleef tot zeker 1974 goed verkopen. Rond die tijd verscheen er een nieuwe generatie, een volledig getransistoriseerde zendontvanger van Heath, de SB-104, met een digitale frequentieuitlezing en eigen accessoires. Hoewel enigszins aangepast in design, toch duidelijk een familielid van de eerdere SB-generatie. De SB-670, dat was een soort droom-antennetuner die geen lang leven was beschoren. Er zijn er weinig van gemaakt en de apparaten die verkocht zijn, die werden dus beschouwd als prototypes. De eerste serie van die digitale SB-104-apparaten die werden geplaagd door technische problemen. Ik ken deze ook uit mijn eigen omgeving, waar iemand zo'n apparaat had. Al snel volgde een verbeterde versie, de SB-104A. Op dat moment echter was de interesse van de klanten voor deze apparatuur al verschoven naar de Japanse apparaten, die even duur waren als de HeatKit modellen, maar die allerlei extra's hadden, zoals AM of zelfs FM, die op HeatKit, SB en HW-series dus ontbraken. Apparaten die bovendien kant-en-klaar geleverd werden en dus niet meer zelf gebouwd hoefden te worden. Eind jaren 70 werd de stijl van de serie overigens aangepast, waarbij het groene motief werd verlaten dat lange tijd het handelsmerk van Heath voor deze apparaten was geweest. In 1983 kwam HeatKit met hun laatste amateurbouwpakket, de HW5400. Zendontvanger, geheel in halfgeleiders met 100 watt vermogen van 160 tot en met 10 meter, inclusief de warkbanden. Er was ook een bijpassende voedingsunit voorbij het apparaat. Vanwege de lage prijzen en een steeds ingewikkelder wordend productieproces was zelfbouw simpelweg niet meer haalbaar. HeatKit begon vervolgens kant-en-klare apparaten aan te bieden, zoals de SS9000, geheel halfgeleider met een frequentiesynthesizer en 100 watt uit. Voor de kant-en-klare apparaten werd niet meer de naam HeatKit gebruikt, maar gewoon de naam Heath. Van dit apparaat zijn er volgens recente gegevens uit onder andere een Yahoo gebruikersgroep van deze apparaten dus slechts in totaal 375 geproduceerd. Begin jaren 90 verliet HeatKit dus de bouwpakkettenmarkt geheel ook voor de andere producten, totdat na het faillissement bij een recente herstartpoging tot aan nu dus weer enkele bouwpakketten worden geleverd. In de SSTV-afbeelding van vandaag de minder bekende HW5400 en de SS9000 van het merk. Ik heb nog geen idee waar ik volgende week mee verder ga. Het zou de zaak Radio Shack Tandy kunnen zijn of MFJ of een van de andere merken. Foundations of Amateur Radio. Right now it's 10:45. That piece of information is unhelpful without any context. I could just as easily have told you that it's 2:45 and it would be just as accurate, helpful and meaningless. The point being that without context you don't know if I'm an insomniac, drinking morning tea, recovering from a late lunch, or putting on my PJs. If I'm talking to people in the same room, supplying the time happens within the context of that room. But if the world is our oyster, our room is a little larger, and dawn for one person is dusk for another, at the same time. Before we could communicate at the speed of light and travel faster than a bullet, time was a relative thing related to the location of the sun, and considered mainly by mariners and astronomers. Even with the advent of increasingly accurate clocks for most people, noon was when the sun was at its highest point, and the local clock was set to that. When our world got smaller because communication and travel got faster, people started noticing that noon in one place wasn't the same as noon in another place. It became a real problem when people travelled hundreds of kilometres by train in a day. Imagine coming up with a train timetable that takes into account each local version of noon. In an attempt to deal with this, railroad managers in the United States established 100 railroad time zones. This malarkey continued until the 18th of November 1883, when four standard time zones were established for the continental United States. Of course, being human and all, that was a local solution. Great Britain had already established its own standards for time for England, Scotland and Wales. In October 1884, the International Meridian Conference, held in Washington, D.C., adopted a proposal that designated the prime meridian for longitude and timekeeping should be the one that passes through the centre of the transit instrument at the Greenwich Observatory in the United Kingdom, and established Greenwich Mean Time, or GMT, as the world's time standard. Why Greenwich? At the time, the United Kingdom had more ships and shipping using Greenwich as their reference than the rest of the world put together, and the observatory at Greenwich had produced the highest quality data for a long time. As an aside, on a French map before 1911, 0 degrees was centred over Paris. There are other wrinkles.
like the fact that Earth isn't round, and as a result, the Greenwich Prime Meridian is not quite in the right spot, because measurements didn't take into account local variations in gravity. In 1972, Coordinated Universal Time, or UTC, replaced GMT as the standard for time in the world. It now references the International Reference Meridian, currently about 102.5 metres east of the original Prime Meridian passing through Greenwich. It's on the move with reference to land because tectonic plates shift, and where it is today is not where it's going to be tomorrow, so don't go looking for a marker to indicate the IRM. Meanwhile, in the rest of the world, people needed to come to terms with how to standardise on what to call time zones. The USA establishing four time zones was just for one country. Depending on who's counting, there's over 200 countries and each has its own set of time zones, which each might include daylight saving, or not. For some, like VK6, daylight saving was voted on several times. Trials were had and time changes during summer were implemented, then reversed again, and again. In total, VK6 did this dance six times, and we currently don't observe daylight saving, neither does VK4 or VK8. So not only does 1045 require location context, it also requires that you know if there's daylight saving happening at that time in that location, which to add insult to injury doesn't actually happen on the same date each year. It gets better if you consider time in another location. Do they have daylight saving? Is it on at the time? Do we have daylight saving at that time? How many hours are we apart? When is this actual event? And what if we're coordinating efforts between people in multiple locations? Did I mention that summer in Europe is in July, and in Australia it's in January? In case you're wondering, tracking all this is a massive job, currently under the purview of the Internet Assigned Numbers Authority. The person coordinating this, whilst wrangling the politics of naming things, including dealing with warring countries who take umbrage at having their time zone named after the enemy, is computer scientist Paul Eggert, the project lead of the Time Zone database. War aside, time zones are political. For example, Dublin time was stamped out by the British as punishment for the Easter Rising. If that wasn't exciting enough, to provide local context, we use abbreviations to indicate which location we're talking about. In VK6, that abbreviation is WST. Simple enough, Western Standard Time. What if your abbreviation was CST? Is that Central Standard Time in North America? China Standard Time? Cuba Standard Time? Or even Australian Central Standard Time? If your local time zone is IST, you could be referring to Indian Standard Time, Israel Standard Time, Irish Standard Time, or even Irish Summer Time. As radio amateurs, we hold global contests and we advertise our online club meetings and events. Often we refer to times and dates that might be understood by an audience of one, but utterly confusing to the rest of the world. So what do you do with this? Simple. Use UTC. My time zone, called WST or AWST, is UTC plus 8. FTroop, a weekly net for new and returning amateurs, runs every Saturday morning at midnight UTC. That's 0100 UTC. No confusion, no daylight saving. Everyone can figure out if it's worth being awake for, and I must applaud the amateurs from GLAND and PA with their contributions in the very, very early hours of their morning. So, next time you make some noise about a contest or any amateur activity that goes beyond the people in your suburb, specify the time in UTC. Who knows, perhaps one day even the likes of SpaceX, Apple and Google will start using UTC to announce their events. As Goldie Hawn put it, well, in my time zone, that's all the time I have. But maybe in your time zone, I haven't finished yet. So stay tuned. I'm Ono, Victor Kilo 6, Foxtrot Lima, Alpha Bravo. Amateur Radio Newsline Report number 2300, with a release date of Friday, November 26th, 2021, to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. Belgium cancels its ham radio exams. Grants help fortify emergency radio networks in the Caribbean. And the meaning of gratitude, even if you don't celebrate Thanksgiving.
All this and more as Amateur Radio Newsline Report number 2300 comes your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's first independent on-the-air news and bulletin service. Now reporting from Charleston, West Virginia, here's Jim Dameron, NATMW. COVID-19 has once again canceled amateur radio examinations in Belgium. Ed Durant, DD5LP, brings us details. As dramatically rising coronavirus cases in Belgium spurred authorities to fortify public health restrictions, the Belgian regulator, the BIPT, has announced that all amateur radio examinations are being cancelled until the new year. The news was posted on the website of the UBA, the membership organisation known as the Royal Union of Belgian Radio Amateurs. Amateurs in Belgium do not have the option of taking the exams online, and the BIPT declared that sufficient air circulation in the examination rooms cannot be assured so that tests can be given safely. This is the second cancellation of exams since the start of the pandemic. The regulator made a similar announcement in October of 2020, citing the same concerns for candidates and examiners. Exams did not resume until this past spring. For Amateur Radio Newsline, I'm Ed Durant, DD5LP. When volunteers built a virtual hamfest after the cancellation of Tokyo Hamfair, they used the platform Zoom. That inspired another group of volunteers to offer a complimentary activity at the same time on November 13th, only this group used a higher altitude platform. Four of Japan's summits. Jason Daniels, VK3LAW, picks up the story from here. If you've already seen the YouTube video for the virtual Hamfest 2021, you already know about the four live-streamed SOTA activations that became part of the excitement on November 13th. The activations range from Tetsuya JL1SDA atop the one-point summit Kanonyama to Kazuhiro 7N1FRE on the 10-point summit Takayama. According to a report from Wacker JG0AWE on the SOTA reflector, the two hams, along with Kichi JS2VVH and Satoru JG1BOK, decided the live webcast would add excitement to the free all-volunteer event and helped share their devotion to scaling the heights. You can watch it on the Virtual Hamfest 2021 YouTube channel, and even without understanding Japanese, you'll quickly comprehend that this kind of enthusiasm needs no translation. For Amateur Radio Newsline, I'm Jason Daniels, VK2LAW. In the U.S., hams are preparing the 23rd edition of Ham Radio University, which will once again be held virtually. Registration for the full day of forums begins in December. HRU is set to take place on the GoToWebinar platform on January 8th. For details, as the agenda develops, visit hamradiouniversity.org. The U.S. Virgin Islands are often on the receiving end of serious storm damage, but radio operators there are now on the receiving end of some funds and some hope. John Williams, VK4JJW, brings us that story. In 2017, the hero of the moment in the U.S. Virgin Islands was the solitary amateur radio repeater that survived two Category 5 hurricanes, allowing emergency responders limited communication between agencies and the heavily impacted islands. Hams and St. Croix had also organized a first responders net on HF, but hurricanes Irma and Maria had destroyed the region's power grid as well as antenna towers. The government had no use of its land mobile radio system either. Now the Virgin Islands has a new hero of the moment, a $27,955 grant from Amateur Radio Digital Communications to provide a more robust means for radio response during future disasters. The Virgin Islands Amateur Radio Group in St. Croix will use the funds to buy commercial-grade antennas and backup repeaters, as well as manuals, to train a new influx of amateurs for preparedness. The group's president, Fred Kleber, K9VV/NP2X, said in a press release that the priority will be to bolster the ham radio systems and add digital communications. He called it, quote, a new chapter for new and future territory amateurs, end quote. For Amateur Radio Newsline, I'm John Williams, VK4JJW. Meanwhile, in another part of the Caribbean, $14,864 in ARDC funds are going to the Haiti International Friendship Amateur Radio Club.
which will work with the Radio Club of Haiti to establish an HF emergency communications network comprising 6 locations in cities on the island nation. The grant will cover the cost of a small generator, power supply, wire antenna, and an HF transceiver for each of the 6 stations put together by the HIFARC. The need for this network became apparent after Haiti was struck by a 7.2 magnitude earthquake this past August. Are you ready for the National Convention at the Orlando Hamcation? It's only a few weeks away, as Stephen Kinford, N8WB, tells us. Early registration has begun for the ARRL's National Convention in Orlando, Florida, and the early bird rate of $75 in U.S. currency is in effect through December 15th. The convention opens on Thursday, February 10th, 2022, with all-day workshops and a luncheon featuring ARRL CEO David Minister, NA2AA, as the keynote speaker. The workshops will include Technology Academy, Emergency Communications Academy, Contest University, WinLink, and Hands-On Handbook, a step-by-step walkthrough of the topics in the ARRL Handbook. Hamcation, which is one of the biggest amateur radio conventions in the U.S., continues on Friday, Saturday, and Sunday. That's February 11th, 12th, and 13th. It's taking place at the Central Florida Fairgrounds and Expo Park in Orlando. This year marks the 75th anniversary of Hamcation. Additional details on workshops and other activities can be found at hamcation.com. For Amateur Radio Newsline, I'm Stephen Kinford, N8WB. The U.S. market could soon be seeing its first FM-capable citizens band radios. Here's Cell MB, KB3-TZD, with more on that. The FCC has given its first okay for the manufacture of an FM-capable citizens band radio in the U.S. market. President Electronics of Naples, Florida, was given the go-ahead to introduce the model known as the President Thomas FCC to U.S. consumers. Authorization was granted on November 10th, allowing operation between 26.965 MHz and 27.405 MHz with a maximum output of 4 watts. The FCC acted after the radio was certified by Timco Engineering, a Florida company under contract to act on the agency's behalf. This past summer, the FCC approved FM as an option for citizens band users. The Shortwave Listening Post said on its website that it was unclear how soon the radios might be in distribution. For Amateur Radio Newsline, I'm Cell MB, KB3-TZD. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the K3-PSG repeater in Butler, Pennsylvania, at 2 a.m. and 8 p.m. on Tuesdays. It's not every year that the International Amateur Radio Union's Administrative Council honors a ham with an award bearing the name of a much-admired and respected silent key. This year, however, there is a recipient and 2 other honorees. Jeremy Boot, G4NJH, has the details. IARU Region 1 President Don Beattie, G3BJ, a former president of the Radio Society of Great Britain, has another title to his name now, recipient of the Michael J. Owen VK3KI Award, recognizing volunteer contributions that the IARU called reflective of the spirit of Michael Owen's 4 decades of service. The IARU also chose 2 recipients for its Diamond Award, another honor reflecting unwavering service. They are Gopal Madhavan, VU2GMN / M0GDB, and Ken Yamamoto, JA1CJP. Gopal was selected based on his service on Region 3's Executive Committee, which he has chaired at times. Likewise, Ken has served as its secretary and its chairman. Mike Lowen, who had served as president of the Wireless Institute of Australia, had also been a director and the chairman of IARU Region 3 and held numerous other roles over the years, contributing to the World Administrative Radio Conference in 1970 and the World Radio Communication Conference in 2003. He became silent key in September 2012. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH. With the arrival of December, some of the youngest voices in amateur radio will be calling QRZ. Neil Rapp, WB9VPG, tells us what's happening.
The calendar may show that next month is December, but the amateur radio calendar calls it something else. Yoda Month. Next month's 31 days are devoted to encouraging youngsters around the world to get on the air using the letters Y-O-T-A as their suffix in their call signs. International Yoda stations will be calling QRZ with operators in their teens and early 20s. Be listening for ZS9 Yoda from South Africa, 5B4 Yoda from Cyprus, OD5 Yoda from Lebanon, and K8Y, K8O, K8T, and K8A from the U.S. There are many others, and the bands are expected to be busy as the young operators vie for various awards and plaques. Hams making contacts with these Yoda stations are advised, as always, to remember that they might just be that young radio operator's first contact. So, make it memorable. For Amateur Radio Newsline, I'm Neil Rapp, WB9VPG. An English rock musician who also happens to be a ham has just signed a record deal that's music to his ears. Jeremy Boot, G4NJH, brings us that story. As a ham, Dave Rowntree, M0IEG, is used to operating solo in the shack. Now he's getting a chance to make a different sort of on-air solo. Dave is known better as the English rock group Blur's percussionist. He's just been signed by the Cooking Vinyl recording label for a debut solo album. He's already done a number of film and TV scores, including for Netflix and the BBC, but the album's release next year is going to be all his own show. Music Week reported the deal on the 17th of November on its website and quotes Dave as saying, "As a kid, I used to spend hours spinning the dial on my radio, dreaming of escape to all the places whose exotic stations I heard. I've tried to make an album like that, tuning through the spectrum, stopping at each song, telling a story about a turning point in my life, then spinning the dial and moving on." Congratulations, Dave. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH. In the world of DX, be listening for 10 special event stations on the air to commemorate the 13th anniversary of Tanggerang Selatan City in Indonesia. The call signs include 8H13H, 8H13U, 8H13T, and 8G13T, among others. An award is available. Check QRZ.com for details. Be listening for the Holy Land DX Group, HDXG, operating from Rwanda with the call sign 9X4X until December 1st. Listen for them on 160 through 10 meters, where operators will be using CWSSB, RIDI, and FT8. They may also operate via satellite. Operators are expected to be active in the CQWWDXCW contest on November 27th and 28th. Send QSLs to Ruben 4Z5FI direct by the Bureau or using Club Logs OQRS. Brian ND3F is using the call sign C6AQQ from Nassau, New Providence Island in the Bahamas. He'll be on the air during the CQWWDXCW contest and afterward until December 7th. Outside of the contest, listen for Brian on FT8. Send QSLs to EA5GL. Operators with the Budapest Radio Amateur Society are on the HF bands until December 16th using the call sign HG5Planet. They are celebrating the Nature Friendly Development Sustainability Expo in Budapest. EQSLs are requested. Here in the United States, where Newsline is recorded, households were marking the holiday of Thanksgiving, a time for reflection and gratitude. Our final story comes from Brazil, where Thanksgiving may not be observed at all, but the giving of thanks for amateur radio is certainly foremost on the minds of the surviving firefighters who had been buried in a cave in late October during a training exercise north of Sao Paulo. According to the Associated Press, 16 of the 27 were trapped and 9 died after the roof of the cave collapsed. Search and rescue operations went forward with the help of civil defense and, yes, amateur radio. According to a translated post from the LABRE, the Brazilian National Society, that appeared on Southgate Amateur Radio News, the hams of the Sao Paulo State Amateur Emergency Network provided vital communication links between the command post and workers in the rescue area.
With no telephone or internet at their disposal, the hams knew that amateur radio and their repeaters would serve as vital lifelines. And that's a kind of Thanksgiving, too, after all. With thanks to ABC News, the ARDC, ARRL, Associated Press, CQ Magazine, CNN, David BR, K7DB, Ham Radio University, Ohio Penn DX, QRZ.com, Oregon Ham One, Radio Society of Great Britain, the Shortwave Listening Post, the Soda Reflector, the IARU, Southgate Amateur Radio News, ShortwaveRadio.de, the UBA, YOTA, and you, our listeners, that's all from the Amateur Radio Newsline. You can write to us at newsline@arnewsline.org. We remind our listeners that Amateur Radio Newsline is an all-volunteer, non-profit organization that incurs expenses for its continued operation. If you wish to support us, please visit our website at arnewsline.org and know that we appreciate you all. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT at the news desk in New York, and our news team worldwide, I'm Jim Dameron, NATMW in Charleston, West Virginia, saying 73. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2021, all rights reserved. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België.